Dames en heren, hartelijk ook bij een nieuwe Vraagje Merk Show. En we zijn hier met... Romy en Rick. En we gaan weer lekker vragen beantwoorden die jullie hebben ingestuurd via Twitter. Een nieuwe dag, een nieuwe ronde, nieuwe kans, toch? Helemaal. Sowieso. Disneycraft fans vraagt, wat vinden jullie van Disneycraft fans op Twitter? Wil die dat eerlijk weten? Ja? Ik vind het leuk. Ik vind het heel gaaf. Pim houdt alles in de gaten. Hè? Mm-hmm. Wat je ook doet, wat we ook maken. Maar hij moet wel een beetje oppassen dat hij niet te veel spoilers weggeeft van nieuwe dingetjes in het park. Maar... En dat hij niet te veel scheldt. En niet te veel schelden, inderdaad. Dat moet je mee uitkijken. Rabbi Rabondo vraagt, wat is het verschil tussen Rovi en een cavia? Niks. Nee. Biggest Belieber, Anna Cool Girl 1. Ze vraagt, wat was het allereerste computerspel dat je speelde en hoe oud was je toen? Oh, daar hadden we vanochtend nog over. Ja, klopt. Vanochtend. Voor mij was het de Leeuwenkoning op de PC. Ja? Ja. Oh, wauw. Voor mij was het de Blues Brothers of Transformers op de Commodore 64. En voor mij was het Freddy Fish, volgens mij. Serieus? Ja. Mij was Doom, volgens mij. Doom Floppy. Doom. Rood en zwart. De eerste 8 of 9 levels waren op rood floppy. En de rest ging naar de hel toe. Je wist niet wat je ging doen, maar je was gewoon dood. Want je werd afgemaakt in een kleine kooi met allemaal monsters. En toen het blauwe of het donkere floppy, die ging door met de levels. Ja, prachtig. Maar ik weet niet of dat echt het allereerste was, maar wel een van de eerste die ik had. En Wolfenstein 3D, dat ik ben daar een beetje in shooters opgegroeid. En Pickle Wars, maar als je die kent, dan zag je het heel knap. Pickle Wars. Dan moest je augurken bestrijden. Nice. Met een pistool als geweldig. Platform. Nice. Okay. En Commander Keen, maar dat ik denk dat wel een van de eerste games was. Ja, ik heb er zoveel gedaan. Commander Keen. Ook had ik nog Boulder Dash. Ken je dat? Eigenlijk een soort van Minecraft, maar dan 2D. Je moest gewoon graven naar diamantjes en zorgen dat er steen... En dan viel er steen op je af. Ja. Ja. De volgende, Mike, gewoon Mike. Hij vraagt, wat is de meest gefaalde attractie op Disneycraft? Wauw. De glijbaan misschien? De glijbaan bij de Tarzan. Kon je zo hard mijn vrienden toe? Ja, klopt. Dat was echt maar hij was wel mooi. Hij was wel mooi, maar wel gefaald. Het Riddersdorp. Oh. Het Riddersdorpje. Ja, maar was geen attractie. Dat was in dat western gebied waar niemand wist dat het er was. Dat is waar. Die klote kolenmijn ding. Ja, waarvan die attractie zat. Die bug deelt uit die train card. Ze hadden hem niet gezien van, ze komt ineens een park. Sinds wanneer staat dat hier? Rowie staat er al maanden. Oh. Maar nou gaan we hem slopen. Ja, hij is helemaal weggehaald. Ja. Maar berg. Maar wat vind je dan nu de meest gefaalde attractie? Welke er nu gewoon nog staat. Dat is moeilijk. Wat een moeilijke vraag. Ja? Ja. Wat is eigenlijk de Cars? Ja, het is heel geduldig, maar ja, klopt, hij valt altijd gezeur. Dat wel. Ja, we gaan hem aanpassen, jongens. Maar die Mickey ook, hoor. Altijd random kaartjes op de baan. Ja, die wel. Ja, Mickey-baan. Ja. Die wordt ook helemaal weggehaald. En Cars ook. Maar waarschijnlijk, als je deze video hebt gezien, hebben we hem waarschijnlijk al weggehaald. Misschien is 2.0 zelfs al, nu. Dat weet ik niet. Oké, nou mensen, dit was het voor vandaag. En voor een leuke video, geef gewoon een... groen duimpje. Ze zijn blauw geworden. Een duimpje omhoog. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video bij de Vraagje Merk Show. Doei! Doei. Doei.